Zijn er nog mensen die seksboekjes lezen dan? Geen idee. Oh. Ja, de Playboy heb je nog, toch? Misschien kunt u zich eens oriënteren op het internet. Dan zult u al snel zien dat dat niet zo nodig is. Het Verlossum, kunt u mij horen? Kijk, staat hij nou aan of uit? Het lampje knippert niet. Hij staat aan, maar ik zie mezelf. Zie je het lampje ook knipperen? Nee, het lampje knippert niet. Nee, even kijken. Nu wel, denk ik. Nu wel. Ja, nu knippert het lampje. Ja, juist. Precies. Oké, nou hartstikke mooi. Even kijken, Maarten. We waren de vorige keer gebleven bij, wat betreft de Nederlandse minister-presidenten, bij Victor. Marijn, ja. Ja. Brave man. Die eigenlijk geen enkel opzicht tot de verbeelding sprak. En dus na betrekkelijk korte tijd gesneuveld is als minister-president. Daarna nog, heb ik begrepen, een verdienstelijke burgemeester van Den Haag is geworden. Maar hij is niet oud geworden. Maar na Marijnissen krijgen we natuurlijk het kabinet Kals. En Kals, dat is een interessant kabinet. Dus daar kunnen we het wel uitgebreid over hebben. En vooral natuurlijk hoe Kals aan zijn einde kwam. Althans, hoe hij als minister-president aan zijn einde kwam. Dat is een interessant verhaal. Want het kabinet Kals, dat moeten we nog bij zeggen, de coalitiepartner werd ook gewisseld. Dus het kabinet Kals had een andere samenstelling dan het kabinet Marijn, in de zin dat de VVD verdwenen was en dat hij vervangen was door de Partij van de Arbeid in grote trekken. En het hele idee van het kabinet Kals was eigenlijk, het was een kabinet van sterke mannen. Ze zou eens laten zien, we zitten dan dus ongeveer, we zitten nu in 65. Zij zou wel eens laten zien, de jaren 60 beginnen echt op gang te komen. En dat bedoel ik niet, ja dat is zo klaar als een klontje, als het 65 is dan zijn ze halverwege. Nee, ik bedoel de symbolische jaren 60. Want de symbolische jaren 60 beginnen natuurlijk iets te laat. Die beginnen niet in 1960 of 61 of 62. Die beginnen omstreeks deze tijd, 64 zo ongeveer. Het tijdperk dat iedereen dacht dat alles op de kortst mogelijke termijn anders zou worden. Wat natuurlijk iets te maken had met de enorme economische groei. Niet waar, de sterke expansie van inkomens op vrijwel elk denkbaar niveau. En het zichtbaar worden van een totaal nieuwe en in allerlei opzichten onverwachte welvaart. De jaren 60, hè? Ook linksig natuurlijk, er moesten linkse oplossingen voor allerlei dingen worden gevonden. Hè, zoals we nu in rechtsige jaren leven, leefden we toen in linksige jaren. Ik heb het wel eens eerder gezegd, niet waar, toen ik jong was, niet waar, waren er ontzettend veel linkse gekken. En nu ik ouder ben geworden, zijn er ontzettend veel rechtse gekken. Dat is eigenlijk de grote spanningsboog van mijn leven. En daaronder, ongeveer halverwege, daar ben ik, namelijk iemand die, nou, een beetje links is als dat noodzakelijk is en een beetje rechts is als dat nodig is. Wat doet een linkse gek? Nou ja, de linkse gekken, daar denk ik toch in het bijzonder aan de revolutionaire studenten en al die mensen die dachten dat er een revolutie zou komen. Dus eigenlijk op het moment dat het typische overigens West-Europese kapitalisme een enorme productie had van welvaartsartikelen waar ook de arbeidersklasse in participeerde, die kon ook een tv kopen en een autootje en ik weet dan niet wat. Hè? Niet waar, zei je linkse intellectuelen plotseling dat er een revolutie zou komen. Dat was natuurlijk een vrij onwaarschijnlijk scenario, dat begrijp je toch wel. Ja, denk aan al die jonge linkse intellectuelen, vaak helemaal niet stom, zeer belezen, die lid werden van de CPN. Waarom je lid wordt in de jaren 60 van de CPN, een partij die vond dat Noord-Korea een van de meest fantastisch georganiseerde landen ter wereld was, dan, nou, dat kan verklaard worden. Er zijn een hele ingewikkelde verklaring natuurlijk, maar het is wel surf. Dan heb je wel op een of andere manier intellectueel vrij ingrijpend de boot gemist. Dat bedoel ik eigenlijk met, veel van mijn kennis stemt de CPN. En als je dan zei, nou ja, wacht nou even, dan stem je ook op de goelacht. Dat is niet verstand. Bovendien hebben we een linksige partij. Namelijk de Partij van de Arbeid. Tenminste, ik vond dat toen al betrekkelijk links. Aangezien ik uit een niet-links milieu kwam, vond ik de Partij van de Arbeid, waar ik toen op ging stemmen, al heel erg links. Maar waarom je in godsnaam op de CPN zou stemmen, dat was vrij normaal. Mm-hmm. In kringen van politiek bewuste studenten. En ik vond dat gek. Ik vond dat gewoon hartstikke gek.
Je moet niet op de CPN stemmen. Omdat het extreem was met rare ideeën. Nou, ook het idee dat het zo'n partij was die overal tegen was. Een beetje in zekere zin zei het met een totaal andere herkomst en andere ideologische boodschappen. Een soort Forum voor Democratie. Maar dan niet waar gebaseerd op het Leninisme. Of het Maoïsme of zo. Ja, ook van die mensen die sympathiseerden met communistisch China. Ja. Daar was alles beter geregeld. Ja, dat is een hele wonderlijke zaak. En intellectuelen hebben vaak last van dit soort van zonderlinge verschijnselen. Namelijk dat ze de redelijkheid uit het oog verliezen. Ja, maar toen en ook nu is die groep best groot. Ja, dat valt nogal mee. Als je ze allemaal optelt links en rechts. CPN is natuurlijk na de oorlog steeds kleiner en kleiner en kleiner geworden. Als je denkt dat ze in de jaren 40 nog zo'n 10% van het electoraat stonden. Nou ja, dan begint de Koude Oorlog. En dan hebben we 56 Hongarije. Dat was allemaal geen reclame voor de communistische zaak natuurlijk. Dus dat is in de jaren 60 en 70 gaat het toch een feit om een splinterpartij. Ze dachten zelf steeds dat ze geweldig gingen winnen, maar dat gebeurde nooit. Maar is het dan verdwenen? En dan had je dus de bekende van de linkerzijde, hoorde je dan ja, dat kabinet moet nog aan de beurt komen. De arbeidersvijandige regering Den Uyl, ja, dat vond ik ook wel een beetje overdreven eerlijk gezegd. Ja, intellectuelen hebben die eigenaardige drang tot radicaliteit, ook wanneer dat niet dringend noodzakelijk is. Sterker nog, je kunt in Nederland bijvoorbeeld zijn voor ingrijpende hervormingen in de sociale sector. Daar ben ik een warm voorstander van. Zonder dat je nou direct een soort van raar radicalisme hoeft aan te hangen. Hè? Je kunt zeer progressief zijn zonder dat je rare ideeën hebt, om het maar even zo te zeggen. Dat kan heel goed. Ja. Maar nu zijn we nog steeds bij Kals. Dat zou dus een kabinet van zware jongens. Allerlei toptalenten waren in het kabinet. En in die zin staat Kals, het kabinet Kals staat voor. Het is nu de jaren 60, we hebben geld. We gaan aanpakken. We gaan er iets moois van maken. We gaan een beleid voeren wat in overeenstemming is met de algemene hoopvolheid van de wereld op dit moment. De jaren 60 waren natuurlijk bij uitstek een hoopvol decennium. Want ja, je keek terug op de oorlogsjaren, de schrale jaren 40, de toch nog steeds hiërarchische, nogal conservatieve en lullige jaren 50. En nu leek het niet waar alsof het elke dag vuurwerk zou zijn. En daarvoor stond het kabinet Kals. Waar je allerlei ingrijpende dingen doen. Kals had al een lange reputatie als bestuurder. Was heel lang minister van Onderwijs geweest. En de veroorzaker, of degene die verantwoordelijk was voor de zogenaamde Mammoetwet. Waar je ook achteraf vrij serieuze vraagtekens bij kunt zetten. Maar toen vonden we het nog heel wat, die Mammoetwet. Ja, en dat kabinet heeft er dus een jaar gezeten. Dat had allerlei geweldige plannen. En toen bij de algemene beschouwing van 1966 is dat kabinet gesneuveld. En dat is toen gebeurd in de zogenaamde Nacht van Schmelzer. Ik herinner me dat als de dag van gisteren. Wij zaten op mijn studentenkamer in Utrecht met een aantal belangstellende huisgenoten. Naar dit drama te luisteren. En wij waren wel diep verontwaardigd dat de KVP, Schmelzer was, had ik natuurlijk even moeten vertellen, fractieleider van de KVP in de Tweede Kamer. De gladde tackle werd hij genoemd, vooral nadat hij dit gedaan had. Ja, die had ingrijpende kritiek op de begroting die was ingediend, want daar was volgens hem een gat van 90 miljoen. Let wel, een gat van 90 miljoen. Daarover viel toen een kabinet. Dat is 10 miljoen minder dan de deal van Siewert over de mondkapjes. En dat zijn bovendien nog euro's, dus dat is eigenlijk 2,2 keer te veel. Daar zie je aan dat ze ondertussen toch ook, laten we zeggen, inflatoren verschijnselen hebben ervoor gedaan die het hele geldbegrip ingrijpend hebben gewijzigd. Ja, dus tot ontzetting van eigenlijk van iedereen viel het kabinet Kals over 90 miljoen, waarbij natuurlijk toch wel sterk de indruk was. De KVP had helemaal geen puf in een vreselijk progressief kabinet. De KVP was, moet ik er ook nog even bij stellen, we hadden toen nog geen CDA, we hadden drie confessionele partijen. Dat was de Katholieke Volkspartij, dat was de Antirevolutionaire Partij, dat waren orthodoxe christenen en dat was de Christen Historische Unie. Dat waren ook christenen, maar dat waren deftige christenen. Hè? Eigenlijk was de AR was de Partij voor de Kleine Luiden. En de Christelijke Historische Unie was de partij van de nette manieren.
Zo was het ongeveer. En die drie partijen, dat moet ik er ook nog even bij zeggen, hadden een absolute meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, dat is wat. Stel het je voor dat de confessionele, ik weet niet, als je nu even telt zo wat het CDA heeft plus de SGP plus de ChristenUnie, ik weet niet waar we dan uitkomen, maar indrukwekkend is het niet. Ja. We komen niet uit bij 6 of 77 Kamerleden. Nee, nee, nee. Zoveel is wel daar. Toen wel. Ja, toen hadden ze een meerderheid. Heel interessant eigenlijk. Vanaf het moment dat we algemeen kiesrecht hadden. Dus vanaf het moment dat mannen en vrouwen kiesrecht was geïntroduceerd. Begin jaren 20, we hebben het er even over gehad. Niet waar, hadden de confessionelen een absolute meerderheid. Nu was er eigenlijk al over dat kabinet Kals. Was ook bij de vorming van het kabinet al herrie ontstaan. Onder kranten, stukjes, schrijvers, mensen die nadachten over de politiek. En de herrie was eigenlijk, ja, is het niet een hele rare zaak dat we nu een totaal ander kabinet krijgen, met van andere samenstelling, met andere doelstellingen dan het kabinet van Marijnen, zonder dat de verkiezingen zijn gehouden. Er waren geen verkiezingen gehouden. Ja, dat vond allerlei mensen, met name die een hoge pet op hadden van de democratisering van de samenleving. He, want dat was ook natuurlijk een issue van de jaren 60, dat Nederland eigenlijk helemaal geen echte democratie was. Maar een beetje partijen die maar elkaar een beetje de bal toespeelden, bovendien een confessionele meerderheid waar je nooit de vinger achter kreeg. Dus zij vonden dat eigenlijk dat kabinet Kals, dat vonden zij ondemocratisch. Dat is een van de hoofdredenen dat D66 is opgericht. September 1966 wordt D66 opgericht. Eerst was het ook D-66 en die apostrof zijn ze toen kwijtgeraakt in de loop der jaren, niemand weet hoe. En toen is het D66 geworden. Ja. D66 had zich voorgenomen, misschien moeten we daar toch iets over zeggen, hè, want dit was bij uitstek zeg maar de fatsoenlijke, redelijke spreekbuis van ingrijpende politieke veranderingen. Het idee van D66 was dat die Nederlandse democratie, dat werkte niet goed. En daarom moesten wij een voorbeeld nemen aan de Angelsaksische democratie. Als je het nu zegt, denk je bij jezelf, grote god nog een toe, hoe kwamen ze op dit onzinnige idee? Namelijk Engeland en de Verenigde Staten op dit moment behoren tot de meest treurige, slecht functionerende democratieën in het, laten we zeggen, in het gezelschap der democratische staten. Maar dat was toen heel anders. He, want je had Churchill en de Amerikanen hadden ons bevrijd. En Amerika was een geweldig land waar alles beter, dikker, vetter en groter was. En nou, enzovoort, enzovoort. Dat moesten we hebben. Twee partijen, want dan had je ook duidelijkheid. Als de ene partij won, dan kon die meteen de regering vormen. Denk aan Engeland ook natuurlijk. Als de andere partij begon, zou winnen, idem dito. En bovendien zou het nuttig zijn om, je kon dat twee partijsysteem het makkelijkst bereiken door middel van de organisatie van een districtenstelsel. Een districtenstelsel. Hoe je op het onzalige idee kunt komen dat een districtenstelsel dat democratisch is, dat moet iemand mij ooit nog eens uitleggen op een lange, lange avond, waarbij ik bereid ben heel sympathiek te luisteren naar zulke grote kletskoek als dat is. Want nog in Engeland, nog in de Verenigde Staten leidt een districtenstelsel tot een democratisch politiek systeem. Onze vriend Boris Johnson, ik zag hem weer met dat mondmaskertje, goede sier maken met Joe Biden, niet waar, die heeft een omvangrijke meerderheid in het lagerhuis met 40% van de uitgebrachte stemmen. Wat daar democratisch aan is, ik zou het eigenlijk niet precies weten. We zwijgen nog van de Verenigde Staten, waar voortdurend de minderheidspartij via allerlei lullige machinaties toch in feite in allerlei opzichten de meerderheidspartij is. Ja, en bovendien was het ook een geweldig leuk idee, was de gekozen minister-president. Ook zo'n onzalig idee, dat leidt in het algemeen tot polarisatie eerste klas. En dan natuurlijk nog het gouden idee, niet waar, altijd de uitvlucht. Ja, ik moet gaan nissen. Schoon je nissen, oh. Bloeiend gras of zo. Ja. Gezondheid. Je voelt dat opkruipen, de nis. Ja. Dat is toch een hele eigenaardige zaak eigenlijk. Klopt. En dan is steeds de vraag, gaat het gebeuren of net ja, niet? Ja, soms voel je het ook en dan komt het niet. Nee, dat is heel frustrerend. En er zijn ook mensen die hebben wel eens gezegd, je moet het dan, die doen dan, die niezen dan niet, maar die doen dan hun neus, knijpen ze dicht en dan houden ze het zeg maar binnen. Maar volgens mij is dat niet gezond.
Ik heb geen idee. Dat heb ik wel eens gezien. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar dat is niet fijn. Waarschijnlijk loopt de druk op in het ademsysteem of zoiets dergelijks, denk je niet? Denk ik ook. Ja, het zijn ongetwijfeld. Ik was in mijn jonge jaren was ik nogal astmatisch. Of astmatisch, ik weet niet hoe dat zo noemt. Hoe heet dat nou als je allergisch bent voor bloeiend gras en uitgeklopte kleding? Hooikoorts had ik last van. Dat is nu veel minder, maar nu toch wel kennelijk. Is de bloei heeft ook een niveau aangenomen dat ik moet niet. Goed, het referendum. Niet waar, altijd het idee van zo moet je democratie organiseren. He, dus willen wij in Nederland, noem maar wat op, nucleaire reactoren bouwen. In verband met de vergroening van de energieleveranties. En dat vraag je dan aan de Nederlandse bevolking. En ze zeggen, nou ja, eventueel ben ik wel bereid dat aan ze te vragen. Maar dan moeten ze eerst allemaal, voordat ze dat biljetje hebben ingevuld, ja of nee, moeten ze een klein examentje maken over wat eigenlijk een nucleaire reactor is, hoe dat in elkaar zit en waarom het voordelen heeft en nadelen heeft. En als ze dat dan met bevredigend hebben beantwoord, mogen ze hun stem uitbrengen. Dus je begrijpt, ik denk niet veel meer dan enkele duizenden stemmen zullen dan uitgebracht worden, neem ik aan. Nee, het referendum heeft ook in de loop der tijden niets dan onbeschrijfelijke narigheid veroorzaakt. Dus, nou ja, je hoort het, dit is de kern van alle vernieuwingsgedachten van de Nederlandse democratie. Maar ja, ik vond toen, ik moet je zeggen dat ik in de boekhandel lagen ook die folders van D66, die kosten 1 gulden. Ik moet hem nog ergens hebben, waarschijnlijk is ondertussen is die antiquarisch enorm veel geld waard geworden, denk ik. Dat zou best goed kunnen, ja. En daarom loon bewaren. Ja, het was een soline, langwerpersdruk, een stuk drukwerk met die groene kleur van D66 er vast in. Maar cultureel begreep ik wel iets van D66, ja, een beetje links-liberaal en zo, daar zag ik altijd wel wat in. Maar ja, ik begreep niks van die democratiekritiek. Ja, in Nederland was het nou eenmaal zo dat de kiezers, althans tussen vorige jaren 20 en 1967, vonden de kiezers dat de confessionelen in de meerderheid waren. En je weet hoe een democratie werkt. Als er een meerderheid is in het parlement, dan kunnen die lui die de meerderheid hebben, als die het samen eens kunnen worden, dat konden ze meestal wel, ja, die maken de dienst uit. Dus als die besluiten, wij wisselen van coalitie, dan wisselen ze van coalitie. Wat is dat? Dat is niks ondemocratisch aan, want ze hebben de meerderheid in het parlement. Maar op dit punt heb ik nooit iets, ik heb überhaupt nooit iets begrepen van de vernieuwingsgedachte van de Nederlandse democratie. Die naar mijn idee altijd eigenlijk, gezien de omstandigheden en de veranderingen in de omstandigheden, heel behoorlijk heeft gefunctioneerd. Maar dat is, daarin ben ik een kleine minderheid. Want je weet, iedereen die daar ooit over na heeft gedacht, die vindt dat het niet behoorlijk functioneert. Ik vind van wel. Maar dit was dus een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van de Nederlandse politiek. Nee, ja, of je bedoelt dat er een nieuw kabinet kwam van totaal andere samenstelling zonder dat er verkiezingen werden gehouden. Nou ja, wat zei ook alweer zo'n bekende CDA, of wij nou samenwerken met links of regeren over links of regeren over rechts, het maakt ons niks uit. Het is omdat ons betreft lood om oud ijzer. Dat was een bekende uitspraak. En vanuit hun perspectief gezien was dat, vond ik althans, democratisch niet. Daar was niks tegen. Uiteindelijk zijn er in 67, zoals we zo zullen zien, toch verkiezingen gekomen. Dat waren hele belangrijke verkiezingen in de zin dat voor het eerst in onze moderne parlementaire geschiedenis de confessionelen hun meerderheid verloren. En daarmee begon hun lange, volkomen terechte, totale aftakeling, tot ze nu gereduceerd zijn, nou ja, tot in feite 3 splinters. Hè. Ik weet niet of je het CDA een splinter kunt noemen, maar het is een tragische partij. Dat vind ik wel een beetje bij Omtzigt. Hij heeft het talent om hij is een Shakespeareaanse held. Hij is een tragische held. Hij is niet een vrolijke lacher of zo. Nee. Hij is een tragische held. Hij heeft iets Hamlets-achtigs. Ja. Was die periode dat dat begon, hè, die aftakeling, was het ook de periode dat de ontzuiling, dat begon? Ja, de ontzuiling die begint in de jaren 60. En die versnelt eigenlijk tussen pak een beetje 65 en 75 in een enorm tempo.
En een heel groot deel van, laten we zeggen, de institutionele structuur van de verzuiling is ook in die tijd verdwenen. Je had de KAB, de Katholieke Arbeidersbond, of zo heette het geloof ik. En die fuseert dan in de jaren 70 al met het NVV. En je had een katholieke bibliotheekwezen bijvoorbeeld. Dat was alleen katholieke boeken hadden, of althans boeken die door de paus goedgekeurd waren, kon je daar lenen. Dat verdwijnt ook in de jaren 70 en gaat op in een grotere en in feite geseculariseerde bibliotheek. Wij waren zelf grote liefhebbers van het Rooms-Katholieke Bibliotheekwezen. Niet omdat wij graag als jongens de Rooms-Katholieke boeken lazen, maar de Rooms-Katholieke Kerk had een lijst van verboden boeken. Boeken die heel slecht waren als je dat zou lezen. Zoals? Boeken waar seks in voorkwam. Dat is een van de wonderlijkste dingen van het Rooms-Katholieke volksdeel. Dat ze een enorme productie van kinderen hadden. Maar eigenlijk niks van seks afweten dus, wisten. Dus ik heb altijd voorgesteld dat ze dan 12, 13, 14 kinderen had. Dat was heel normaal in de jaren 50 in Rooms-Katholieke kreeg. Dat er kwam dat ze niet wisten hoe het in elkaar zat. Dus dat als je ging vrijen, dat je dan mogelijkerwijs kinderen kreeg. Oh. Dat was altijd mijn indruk. En waarom was dat mijn indruk? Zo gek was dat niet. Want je mocht van de kerk absoluut geen één boek lezen, althans als je jong was, wat ook maar in de verste verte duidelijk maakte hoe de seks in zijn werk ging. Dat was echt streng verboden. Ja, sowieso heeft het christendom natuurlijk een lange, lange traditie van het verpesten van het seksuele genot. Ja, eigenlijk. Zeker in zin leven we daar nog tegenaan. Ik bedoel, in andere culturen heb je ook niet dat ongelooflijk treurige gelul over de seks. Ja, dus ik dacht altijd, hoe komt dat die lui 14 kinderen krijgen? Ja, ik heb geen idee wat ze dan zouden kunnen doen om ze niet te krijgen. Hè? Maar wat doet het CDA dan om zeg maar de seks een beetje in het verdomhoekje te plaatsen? Nou, het is zondig. Ja, je weet dat je mag best seks hebben van de kerk, maar alleen vanwege de voortplanting. Hè? Ja, maar een beetje een lolletje met die seks. Ze zijn ook tegen condooms nog steeds, toch? Ja, zeker. En natuurlijk tegen abortus en de hele sante kraam. Oh, alles wat op enige wijze, wat zegt de Heer ergens, ik weet niet op welke plek in de Bijbel, gaat heen en vermenigvuldigt u. Dus ja, als de Heer heeft gezegd vermenigvuldigt u, dan moet je ook zoveel mogelijk zien te vermenigvuldigen. En dat moet je zeggen van Rooms-Katholiek Nederland. Ze hebben zich in de jaren 50... echt uit de naad gewerkt om zich te vermenigvuldigen. Dat is allemaal spectaculair. Bovendien kwam dat ook in een orthodox-christelijke kring, waren dergelijke grote gezinnen ook vrij normaal. Wat wij nog wel eens vergeten bij al nog gelamenteren over immigratie in Nederland, is dat de immense expansie van de Nederlandse bevolking na de Tweede Wereldoorlog voornamelijk ons eigen werk is. Namelijk van Rooms-Katholieke en orthodoxe christenen die echt tegen... Ik wil me niet al te brutaal uitdrukken, maar echt tegen de klippen opgefokt hebben. Om het maar even zo te zeggen. We zijn nu in voornamelijk een immigratieland. Want dat is een van de allerinteressantste aspecten natuurlijk van de jaren 60. Dat dit ophoudt. De bevolkingsgroei houdt op. En dat heeft weer te maken. Ja, we zijn, sorry voor de luisteraars, we zijn even afgedwaald. Maar dit is een belangrijk cultuurhistorisch en sociaal thema vanzelfsprekend. We gaan zo door met het kabinet Kals en hoe dat dan tenslotte mislukt is en wat er daarna allemaal wel niet gebeurd is. Ook de emancipatie van het katholieke volksdeel begint natuurlijk ook door dat mensen hogere opleidingen genoten. Ja, je werd geboren als jongen in ik zou maar zeggen, een dorp in Limburg, ergens aan de Maas. En waar meneer Pastoor nog de totale alleenheerser van de samenleving was. En ja, je zag toch wel eens wat op tv, je las misschien wel eens een boekje. Nou ja, weet ik veel, maar heel snel had je in de gaten, ik moet hier weg. Hè? Dus ja, je maakte je middelbare school af, zo snel mogelijk. En je vertrok naar Amsterdam. De voorzichtige nog wel naar Nijmegen, maar dat was ook al heel snel, was dat marxisme voor, marxisme achter, marxisme boven en marxisme onder. In allerlei opzichten was Nijmegen radicaler dan andere studentensteden. Nog steeds, nu heet het ook wel Havana aan de Waal. Maar goed, dat idee dat je probeerde om uit die toch vaak nog enigszins beklemmende Rooms-Katholieke dorpswereld om daaruit los te breken. En daarna begint dus de emancipatie van de katholieken
in Nederland. En dan is het ook heel snel afgelopen met die productie van die enorme hoeveelheden kinderen. Het gerucht ging altijd dat als je dan als een katholiek gezin, als je dan de eerste 3 kinderen had gemaakt, wat in de jaren 50 normaal was, zal ik maar zeggen. En dan viel dan een hiaat, dat we zeggen, mevrouw werd niet binnen 2 jaar weer zwanger. Dat dan meneer Pastoor op bezoek kwam en dan er even wel op attendeerde dat dat zo niet kon. Dat het hele welgevallig was. Als er, nou ja, zolang als het kon, moest het doorgaan. Hè? Dus die had dus vaak, ja, je had vrouwen die hadden 13 kinderen gekregen, plus er 3 miskramen ertussendoor. Tel uit je winst en ben je echt van je 20ste tot je begin 40 ben je permanent zwanger. Daar komt het een grote trek op neer. Ja, dat houdt op en dan heb je natuurlijk de beroemde optreden van bisschop Beckers. Ik weet niet precies waar die bisschop van was, maar in ieder geval was die bisschop. Ik bedoel niet, ik weet niet in welke bisdom hij de scepter zwaaide. Hoe mond, nou, ik weet het niet precies. En ja, die heeft op televisie verklaard, het was echt een buitengewone gebeurtenis, dat Rooms-Katholieken zelf mochten weten hoeveel kinderen ze wilden krijgen. Daar ging de kerk niet over. En natuurlijk, wat we nog vergeten zijn te vermelden, is de pil. De pil kwam. Plotseling kon je de pil in principe van je huisarts krijgen en de pil. In het begin waren het loodzware pillen, begrijp ik dat geleidelijk aan is de piltechniek sterk verbeterd. Maar de pil heeft natuurlijk ontzettend veel dingen veranderd. En vergeet niet dat je op veel plekken geen condooms kon krijgen. Hè? Tegenwoordig stoot je in elke wc je hoofd tegen een condoomautomaat. Maar nou, dat valt ook nog wel mee trouwens, geloof ik. Maar ja, ik weet wel, het was vrij problematisch om condooms te kopen. Ik heb het met enige regelmaat verteld. Ja, in Wageningen was het zo dat er eigenlijk maar 1 plek was waar je condooms kon krijgen. En dat was bij drogisterij De Eekhoorn. Ik weet niet of die er nog is, dat zou wel interessant zijn. Misschien kunt u vanavond, als u wat ouder bent, in Wageningen loopt, dat u even langs De Eekhoorn loopt, als die er nog is, en dat u dan even heel stilletjes zegt, een 3-werf hoera voor De Eekhoorn. Maar ja, De Eekhoorn, daar stond een wat oudere man in. Als die er stond, kon je rustig die condooms kopen. Ik geloof wel dat je ze heel deftig preservatieven moest noemen of zoiets dergelijks. Maar ze had ook 2 meisjes in dienst, ja, en als die er toevallig stonden, dan keek je wel naar binnen en ik, nou, vandaag maar niet. En ik weet wel dat ik was naar Utrecht gegaan. En ik denk, ah, Utrecht, een grote stad. Dus dat hele gezeik met die condooms, dat hebben we hier niet meer. En in de eerste, de beste drogisterij waar ik daarna vroeg. Voor mezelf al een hele held dat ik dat deed. Werd ik door een veel oudere mevrouw dat wel op, ja, ik kan niet anders zeggen dan terecht geweest. Van, dat verkopen wij niet. Ja, dit is Utrecht, hè, die 62. He, een 19-jarige jongen wil een condooms kopen. Nou ja, dit is toch dit is Nederland. He? Ja, het is ongelooflijk werk. Wat heb je toen gedaan? Net zo lang gezocht tot ik er een had gevonden waar ze wel verkochten. Dat kost, ik kan me nog herinneren waar die was. Die is over lang verdwenen. Maar die, en ook die, trouwens die van die 2 dames die van dat verkopen wij niet. Niet waar, die is ook verdwenen. Die bestaat al, ook al lang en breed niet meer. Die was in de Zonstraat. Ja, ik woonde daar toen om de hoek. Ja, nou ja, ik schets dit alleen om even duidelijk te maken wat een wonderlijke wereld dit was. In de supermarkt kon je toen nog niet krijgen, denk ik, hè? Nee, in de supermarkt natuurlijk al helemaal niet. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Nou ja, misschien in Amsterdam. We hebben altijd een grote ballingsoord van zondigen geweest. Maar voor de rest niet. Maar ook Wageningen was toch een betrekkelijk vooruitstrevend plaatsje. Het was een importbevolking. Nee, maar stel je voor hoe het in het dorp aan de Maas moet zijn geweest. Of in het zuiden van Brabant. Ik bedoel, waar, nou ja, wat al 4 eeuwen volkomen dichtgetimmerd zat. Hè? Afgeplakt bij krantenpapier. Alleen hadden ze dat niet, want dan lazen ze ook geen krant. Nou, laat ik het niet mooier, lelijker maken dan het is. Ja, dat komt allemaal op gang in de jaren 60. Hè, dat mensen denken, ja, wacht. Ja, natuurlijk de vereniging, hè, voor die NVSH, voor de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, daar kon je wel condooms bestellen. Die kreeg je dan ook in een pakket waar je niets aan kon zien. Dus ah ja. Een volkomen neutraal pakpapier. Daar kon van alles in zitten. Dode muizen, je kon het zo gek niet verzinnen. Dat zou erin kunnen zitten, maar dan kreeg je dan condooms, kon je daar bestellen. Nou ja, ook volgens mij zou die organisatie nog bestaan, ik heb geen idee.
Dat het verpakken doen ze nog wel discreet. Hè? Als je seksboekjes bestelt, dan sturen ze dat vaak ook discreet op. Omdat iemand zegt, oh, laat maar op het werk komen of zo. Oh, oké. Nou ja, prima. Voor mij mag het. Ik weet niet, zijn er nog mensen die seksboekjes lezen dan? Geen idee. Oh. Ja, de Playboy zeggen, heb je nog, toch? Misschien kunt u zich zo oriënteren op het internet. Dan zult u wel snel zien dat dat niet zo nodig is. En nee. Wonen die allemaal gratis en voor niks. Nee, maar er zijn ook nog mensen die vinden het lekker om een fysiek boek te lezen. Oh, die vindt het wel fijn en lekker een boekje erbij. Denk ik, ja. Het zou best. Echt, God, ik juich alles toe als iemand een boek kan lezen. Ik heb een keer gehoord als je bijvoorbeeld iemand die zaad doneert, die gaat dan naar een plek toe en dan moet hij nou even een kamertje naar binnen. Iemand heeft me dan een keer verteld hoe dat gaat. En dan zegt hij, dan liggen daar ook boekjes. Daar kun je dan gebruik van maken. Ja, als je vroeger de Playboy had. Precies. Die iedereen altijd las vanwege de enorm interessante interviews die erin stonden. Exact, exact. Nou, dan kun je dus daar... Hele enge, waar stond een hele enge vrouw in? Hè? In de Playboy? Mm-hmm. Ja, natuurlijk de Playboy. Ik weet niet hoe... waarschijnlijk bestaat het ook nog steeds, maar... Ik heb het al een tijdje niet gezien. Bestaat nog steeds, ja. Ja, ook in kiosken te koop? Denk ik wel, ja. Dan kijk ik zeker op de verkeerde plekken. Maar goed, de Playboy was natuurlijk het blad van vrouwen met ongekend grote borsten. Omdat ik neem aan dat veel van die jonge vrouwen die daarin afgebeeld waren, dat die toen al met borstvergroting hebben gewerkt. En daar ongetwijfeld dezelfde verschrikkelijke spijt van hebben gekregen tenslotte. Als al die anderen die hen gevolgd zijn natuurlijk in de loop der tijd. Maar ja, nu gaan we het even hebben over de borstvergroting, maar dat gaan we dus niet doen. Maar de emancipatie leidde ertoe in feite dat die enorme expansie van die bevolking, hè, dus die bevolkingscijfers, dat is eigenlijk vrij snel ingestort. Je ziet dat tussen 1946, de babyboom, niet waar, van na de oorlog, in allerlei opzichten wel begrijpelijk, en dat die babyboom houdt op in de tweede helft van de jaren 60. En dan keren geboortecijfers terug naar een normaal West-Europees niveau. Want in die eerste 20 jaar hadden wij een geboortecijfers die ik alleen in derde wereldlanden voorkwamen. Dat was ook voor veel demografen. En hoe is het gods mogelijk dat we een normaal ontwikkeld West-Europees land dergelijke geboortecijfers gerealiseerd worden? Ik geloof dat we ongeveer op het niveau stonden van Ierland. Hè? Nou ja, dat was ook op dit punt natuurlijk een van de meest diep katholieke landen die... de wereld ooit gezien heeft, ook al lang niet meer overigens, al lang en breed niet meer. Je vraagt je af hoe lang dat in Polen nog gaat duren, dat je daar opgesloten wordt als je de zwarte Madonna beledigt. Ja, dus die hele jaren 60 zien een breed emancipatie op van allerlei groepen. Hè? En kijk, als je nu nog niet geëmancipeerd bent, dan zul je het nooit worden. En dan hebben natuurlijk sommige groepen hebben de keus gemaakt zich niet te willen emanciperen. Ja, dat is ook een keuze, zonder twijfel. Dat je in het traditionele geloof der vaderen blijft huizen. Omdat je wat daar buiten gebeurt eigenlijk niet zo goed bevalt. Maar je krijgt steeds nieuwe groepen toch, die emanciperen. Nu heb je het met de transgenders. Zeker, we hebben nu natuurlijk allerlei immigranten. Die vaak komen uit streken waar van de typisch westerse ontwikkeling van de afgelopen 100 jaar geen sprake is geweest. En die maken ook vaak een vrij pijnlijk emancipatieproces door. Of... ze weigeren te emanciperen en blijven vasthouden aan de traditionele geloofswaarden. Maar dan zijn het vaak hun kinderen die dat natuurlijk doen. En dan krijg je het bekende conflict tussen kinderen en ouders. Dat was in Nederland in de jaren 60 het geval. Dat de jongeren niet waar natuurlijk een enorme emancipatierace doormaakten. Maar dat ik vaak die ouderen die achterbleven in dat dorp aan de Maas. Dat hebben niet begrepen, dat je allerlei vervreemding kreeg, dat ze nooit meer thuis kwamen. Nou ja, kortom, dat is op zichzelf, de emancipatie, geweldig leuk. Maar als jij de enige bent, of degene die zich het snelste emancipeert in een familie of in een gezin, dan kan dat natuurlijk ook enorm veel complexe frictie geven. Hè? Nou ja, denk aan mevrouw Lale Gül, die dat boek heeft geschreven, Ik ga leven. Ja, nou ja, daar zie je... niet waar, dit emancipatieprobleem ten voeten uitgeschetst. We zijn nog steeds bij het kabinet Kals. Sorry luisteraars, ik neem aan dat u even naar de wc bent geweest. Maar vergeet u één ding niet. In de jaren 60 is in allerlei opzichten het moderne Nederland geboren, gemaakt, uit het ei gekropen. Hoe u het maar precies wil noemen. Als u foto's ziet van waaronder staat lange rijen bij de kassa's, waarbij dat bovendien een verbazingwekkend verschijnsel is, dan is die foto van de jaren 60.
Of de bekende fileproblematiek. Dat is ook is wel eens een file geweest in de jaren 50, maar dat is toch een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel. Nu krijgen we files omdat ook de autoverkoop natuurlijk explosieve ontwikkelingen doormaakt. Ook de auto is in allerlei opzichten een emancipatorisch instrument. Zelfs de bromfiets is een emancipatorisch instrument. Woon je in een dorp aan de Maas, niet waar, en heb je een bromfiets, voordat je pap gezegd hebt, ben je naar Venlo gebromd. Nou, ook niet een hoogtepunt van moderniteit en emancipatie, maar je kunt met de brommen kun je al relatief grote afstanden afleggen. Zeker wanneer je jong bent en ongevoelig voor longontsteking. Maar in de auto is het natuurlijk allemaal nog veel fijner. Dan kun je ook buitenlandse reizen gaan maken. Gaan ze maar door. Ja, je was nog wel eens jaloers op andere kinderen. Niet waar die met hun vader en het ganse gezin in de Opel. Opel was toen het best verkochte automerk in Nederland. Nadat de Kever dat een tijdje was geweest. En die, als je dan in het buitenland was geweest, dan kreeg je daar plakplaatjes van. En op de achterruit van de Opel zag je dan de Groß Glockner. En sommige mensen waren dan zo trots dat ze de Groß Glockner op en af waren geweest, dat ze twee plaatjes deden. En het volgend jaar weer, sommigen hadden wel misschien wel 7 plaatjes van de Groß Glockner. Dus wat je nu hebt met de Godhardtunnel, dan moet je zo'n vignetje krijg je daar ook een vignetje van. Ja, volgens mij moet je dan, als je op wintersport gaat, moet je ook voor Oostenrijk zo'n vignetje kopen. Ja, dat is de langste tunnel, dat is ook weer 17 kilometer of zo, toch? Ja, ja, ja. En wanneer kwam het Volkswagenbusje dan? Volkswagenbusje kwam veel eerder, in principe. Want dat zie je nu weer terugkomen. Ja, hè? Dat is een heel apart verhaal, het Volkswagenbusje. Dat aparte verhaal moeten we een keer vertellen als wij het gaan hebben. In een hele aparte uitzending over auto's na de Tweede Wereldoorlog. Goed, die zet op het lijstje. Ja, een heel leuk onderwerp overigens om te behandelen. Omdat het mij altijd opvalt dat zo fanatiek en geïnteresseerd in auto's als mijn generatie is. Bij jonge mannen vaak totale afwezigheid van interesse in auto's. Je moet een ding hebben, maar wat het precies is, kan ze niet veel schelen. Ze maken meestal een berekeningetje wat het goedkoopste oplossing is, maar ze denken niet zo, nu dit is mijn kans om, zo dat is er niet. Ja, er komen ook heel veel brieven binnen van mensen die zeggen van, ja, jullie beginnen steeds over auto's en dan gaat het weer ergens anders over. Dus voor al die mensen, er komt een keer een speciale auto-aflevering. Ja, prima. Ik ben enorm geïnteresseerd in auto's. Een bijzonder interessant onderwerp. Ja, jij mag het vormgeven dan. Cultureel, een bijzonder interessant onderwerp, industrieel, nou ja, enzovoort. En nog zitten we nog steeds met dat kabinet Kals. Dat valt dus tenslotte bij de algemene beschouwingen van het jaar 66. Drama. He, de gladde tackle Schmelzer, niet waar, heeft in de nacht van Schmelzer, die nog steeds de nacht van Schmelzer heet, het kabinet van de sterke mannen laten vallen. Niet waar, dan zie je niet waar, dit is een achterbaks, achterhoede gevecht van conservatief Nederland. Zo werd het een beetje gepresenteerd. Toen trouwens ook een nacht. Nu weer de nacht van Rutte, dus dat was ja, we hebben de nacht van Wiegel, de nacht van Rutte. Je had zo'n nacht in de jaren 20, hè, van die man die tegen die, is dat niet die motie over het Vaticaan? Nou ja. Allemaal nachten in ieder geval. Ja, we hebben in Nederland, nogal wat politieke nachten die een zekere renommee hebben gekregen. Ik weet niet, zei je nou dat we ook een speciale uitzending over nachten moesten doen? We kunnen het op het lijstje zetten. Als we dan denken, waar moeten we het nu over hebben? Kunnen we daar eens op kijken? Nee, dat gaan we niet doen. Dat vind ik niet interessant genoeg. Maar goed, de nacht van Schmelzer, dus wat nu? Nou ja, wat nu? Kijk, in die tijd hadden we in Nederland een politicus die werd door iedereen vertrouwd en werd door allen beschouwd als de man om ook sociaal-economische problemen aan te pakken. Dat was namelijk Zijlstra, Jelle Zijlstra. Dus Jelle Zijlstra heeft een tijdelijk kabinet geformeerd om ons te helpen naar de komende verkiezingen, die van 67 dus. En ik denk als Jelle Zijlstra had gewild, dan was hij ook de minister-president geweest in dat nieuwe kabinet. Maar het gerucht gaat, ik vertel dit ook wel een beetje als gerucht, dat ze Zijlstra hebben aangeboden, God, wilt u dan niet de minister-president worden? U geniet breed vertrouwen in de samenleving enzovoort enzovoort. En dat Zijlstra zei, nou nee, want het wordt vaak laat in de politiek en mijn vrouw kan zo fantastisch koken. Dat ik heb daar niet zoveel zin in. Ik wil echt wel tussen 5 en 6 wil ik wel thuis zijn. Een beetje
Dat gevoel wat ik ook altijd heb tussen 5 en 6. Wil ik wel thuis zijn, want dan begin ik honger te krijgen, bij wijze van spreken. Ja, mijn moeder zei ook altijd dat ik een heel lief jongetje was. Tot ik honger kreeg. En dan was ik wel zo strontvervelend werkelijk. Nou, enzovoort. Dus Zijlstra heeft een overgangskabinet gevormd. De kwestie was, Zijlstra wilde graag directeur van de Nederlandse Bank worden. Die had helemaal niet zo zin in zo'n eerste ministerschap. Want ja, dat is zo'n onzeker als de pest. De kans dat je er Kals maar een jaar zit. Kals was enorm getroffen. Kals is jong, betrekkelijk jong overleden. Diep teleurgesteld over wat hem overkomen was. Notabene het werk van zijn eigen partij. Namelijk de KVP, de Katholieke Volkspartij. Dus ja, het was echt een dolkstoot in de rug. Zo werd het door velen gezien. En Schmelzer is er niet populairder op geworden, eerlijk gezegd. Hoewel, misschien. Nou ja, we laten dit verder rusten. En dus, vervolgens krijgen we een verkiezing in 67. En dan voltrekt zich een revolutie in de zin dat de confessionele niet langer samen met z'n drieën. Hallo, camera, powering off. Ja, dat is het alarmpje wat ik erop heb gezet. Ik heb die op 1 uur ingesteld vanwege de tijd. Hoe laat is het nu? Het is nu 6:15. Oké, nou, dan gaan we toch volgende week, dan gaan we nu stoppen. We hebben Zijlstra gehad. We weten ook waarom die directeur van de Nederlandse Bank, want dat is hij tenslotte ook geworden. Zijlstra heeft ook een... Ja, Zijlstra was een vrij... Ja, zo iemand die komisch kan zijn zonder dat hij zelf precies weet dat hij komisch is. Dat zijn de meest unieke komische talenten. Boer Koekoek hebben het erover gehad. Dat moet ik er nog bij zeggen. Bij die verkiezingen van 67, dan ronden we het af. Niet alleen verloren de confessionelen hun absolute meerderheid. Wat natuurlijk voor de Nederlandse begrippen eigenlijk, nou ja, dat was dus al ja, bijna 50, ruim 40 jaar was dat het geval geweest. Er waren 2 populistische oprispingen. Hoogst interessant. Namelijk D66, dat kreeg, als ik het wel heb, 7 zetels in de Tweede Kamer. Nou, dat was al een revolutionaire nieuwe partij. Tegenwoordig heb je bij elke verkiezing 85 nieuwe partijen, waarvan er allemaal 1 in de Kamer komt, zoals je weet. En er was een andere partij, die had al kamerzetels, maar die nam aanzienlijk in aantal toe. Namelijk Boer Koekoek, de Boerenpartij. En tot ieder stomme verwondering had Boer Koekoek veel stemmen gekregen. Nou ja, natuurlijk in agrarische districten waar het landbouwschap zijn dictatoriale ambities botvierde, zal ik maar even zeggen. Dat wil ik later nog wel eens uitleggen als de luisteraars dat interessant vinden om te weten. Maar voor het eerst werd ook duidelijk dat hij stemmen kreeg in, laten we zeggen, probleembuurten in de grote steden. Dus je zag daar voor het eerst, wat je nog steeds ziet trouwens, dat in onze grote steden buurten waren die in allerlei opzichten sociaal-economisch achterbleven, die zich in een achterstandspositie bevonden en die in feite een proteststem uitbrachten. Een populistische proteststem. Dus we hadden 7 leden voor de Boerenpartij in de Nieuwe Kamer en 7 leden van D66. 14 nieuwe kamer. Nou, het was echt. En dan ook nog dit confessionele die hun meerderheid verloren. Het was zonder meer een revolutionaire verkiezingsuitslag. En wat we daarmee gedaan hebben, dat moeten we bij een volgende gelegenheid bespreken. Maar ik beloof het aan de luisteraars, we gaan het bespreken. En komen tenslotte ook bij het bijzonder interessante, maar enkele tussenstations, kabinet Den Uyl. Niet waar? Het enige echt progressieve kabinet na de oorlog. Heeft dat iets bewerkstelligd of juist niet? Nou, we moeten het een beetje spannend houden natuurlijk. Nou, niet alles op gaan zoeken deze week. Hoewel dat ook wel leuk is, want dan weet u er misschien wel meer vanaf dan ik vanaf weet uit mijn hoofd. Super, doen we dat de volgende week. Ik had nog 1 dingetje van een meisje die stuurde mij een verzoek. Ik dacht, dat is misschien wel aardig. Dat was een jongen die luistert iedere week en die is ziek. Dat is minder leuk. Maar ze vroeg aan mij, kunnen jullie even iets voor hem inspreken? Kunnen we misschien even de groeten doen of zo? Of iets tegen hem zeggen? Dat vond zij wel leuk. Even kijken. Hij is fan van Nathan Rutjes en van Maarten van Rossum. Trouwluisteraar van de podcast. Nathan Rutjes, is dat?
die voetballer is dat, met die mat. Het zou superleuk zijn als Maarten een leuk berichtje zou willen doen op de podcast. En even kijken, hoe heet die jongen nou? Ze had mij gestuurd, gewoon iets om hem hart onder de riem te steken, maar wel op de typische Maarten van Rossum manier. Oh, Luc heet hij. Luc. Dan hoort hij van achter, hè? Dat weet ik niet. Stel, hij heeft een hernia, maar door medische fouten is de kans zeer groot dat hij voor de rest van zijn leven verlamd is. Dat hoeft er overigens niet in, maar dan heb je wat achtergrond. Dus dat stuurt. Nou, moeten we even kijken. Luc, ik zal je... Maarten, we hebben ook nog wat post gekregen. Een van de vaste luisteraars, en het zijn er velen, daar zijn wij zeer trots en blij mee. Luc luistert ook iedere week naar deze podcast. Dus die zet hem op zaterdag aan en dan gaat hij heerlijk zitten luisteren. Ah, maar nu begrijp ik dat Luc, die heeft medische problemen. Ja, dus dat is minder leuk. Ja, nou ja, medische problemen zijn nooit erg leuk natuurlijk. Maar ik hoop dat die problemen op enige wijze kunnen worden opgelost. Als deze podcast enige verlichting geeft op die zaterdag dat hij ernaar luistert. Dat je even geen paracetamolletje hoeft te nemen. Maar dat je zegt van nee, ik neem geen paracetamol. Ik luister even naar Van Rossum. Dan zou mij dat bijzonder veel plezier doen. Dus ik wens hem veel sterkte en luisterplezier. Ja. En misschien, Luc, we krijgen wel eens berichten van mensen die zeggen, schijnbaar praten wij op een manier die ook leidt totdat mensen in slaap vallen. Dus eventjes wegdromen, wegdutten is natuurlijk altijd fijn. Ja, maar dit is slaapmiddelen zijn vrij prijzig en bovendien kunnen die verslavend zijn. Dus het is wel fijn dat je naar deze podcast kunt luisteren en dat die zo sterk slaapinducerend is. Goed, dan nu naar de echte Koude Oorlog. Maarten van Rossum over de Koude Oorlog deel 2. Duitsland was verpletterend verslagen door de Russen aan de ene kant. Meld je nu aan via maartendepodcast.nl. Stalingrad lag volledig in puin. En profiteer van een speciale prijs als vriend van deze podcast. Dit is niet zomaar een lokaal incident. Het linkje naar de bestelsite staat ook in de beschrijving bij deze podcast.